Om samen hier weer te staan met een broeder die ik 23 jaar geleden heb leren kennen. En met wie we samen mochten staan aan de wieg, zeg maar, van het werk wat hier begonnen is. En daarnet werd ik daar even weer bijzonder bij bepaald. We zongen een lied en het raakte mij emotioneel dat ik dacht, hoe is het allemaal begonnen en wat mogen we nu met elkaar delen als we hier zo zitten? Even iets ter introductie van de spreker van deze morgen. Willem werd geboren in een arm gezin. Hij verloor op 7-jarige leeftijd zijn moeder en hij stond met 14 jaar op eigen benen. Als 15-jarige jongen begon hij te werken in een kaashandel in Boskoop en hij werd kaas- en eierenhandelaar in Dirksland. Kwaliteit was voor hem het hoogste goed. Hij wilde gaan voor het beste van het beste. En er gaan verhalen dat hij samen met zijn gezin de eieren oppoetste die hij de volgende dag wilde verkopen. Door de warme zomer van 1976 bleef zijn verkoop van eieren en kaas achter. Maar Willem ging ijs verkopen, wat hij zelf bereidde volgens een in België gekocht recept. Door het grote succes hiervan startte hij in 1987 een ijsfabriek. Ik las een uitspraak van Willem uit die tijd: als mensen in de winter geen ijs eten, maken we gewoon speculaas. Het maakte hem niet uit wat hij maakte als het maar lekker was en van superieure kwaliteit was. Maar daar wil ik vanmorgen niet de aandacht op vestigen. In 1996 verkocht Willem de Hertog het ijsconcern aan Koninklijke Wessane, om zich met een bewogen hart te kunnen richten op het kwetsbare en de zwakke in de samenleving. Zoals hij zelf zegt: het is een wonder dat ik zelf op een ander spoor ben geraakt. Maar hij deed meer. Hij reisde van Siberië tot Afrika en Suriname. Nog groter dan zijn passie voor ijs was de passie voor de Heer Jezus. Waar hij de kans kreeg, vertelde hij de mensen over het evangelie waar hij zelf uit leefde. Voor hem smaakte de genade en de liefde van de Heer Jezus van superieure kwaliteit en dat wil hij graag doorgeven aan anderen. Willem richtte zich op het werk onder de gevangenen in Rotterdam, in Scheveningen en in Breda. Even de volgende slide. Inmiddels is dat netwerk van gevangeniswerk in Nederland en daarbuiten uitgegroeid tot een werk in meer dan 30 politiebureaus en verschillende gevangenissen in Nederland en België. En uiteindelijk, broeder Hessel mag ook binnen deze organisatie de politiebureaus in Almere bezoeken. 22 jaar geleden maakte Willem de Hertog het mogelijk dat ik hier in Almere kon starten met een christelijke boekwinkel. We luisterden naar de stem van God: wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Handelingen 18 vers 9 en 10. Het is een wonder hoe de Heere vanaf dat moment de deuren voor ons heeft geopend. Jarenlang is Willem betrokken gebleven bij het werk van de wegwijzer in Almere. En op belangrijke momenten was hij als een vader voor mij en hielp hij me door moeilijke situaties heen. En vanmorgen mogen we samen de vreugde delen dat we hier mogen zijn op een plaats waar we 22 jaar geleden alleen maar van konden dromen. Maar waar we wel geloof voor hadden dat God het zou gaan doen. En nu mogen we met eigen ogen zien hoe God zijn belofte vervult. U zult begrijpen dat het voor mij bijzonder is dat ik vanmorgen mijn waardering en ook mijn dank aan God, maar ook aan mijn broeder mag uitspreken. En dat Willem hier vanmorgen in ons midden is. Maar gisteravond kwam ik van Schiphol en reed ik terug en toen belde Willem mij in de auto nog eventjes en hij zegt: ja, vanmorgen vind je het goed als ik een paar gasten nog meeneem. En vanmorgen is ook meneer De Bo in ons midden. Meneer De Bo is vanaf het begin helemaal betrokken geweest bij het werk in de stichting. En u ziet hem op het plaatje daar de sleutel omdraaien bij de opening van de winkel. En het is misschien heel spannend voor deze broeders, maar ik zou jullie eigenlijk even willen vragen om naar voren te komen, want ik wil graag mijn dank aan de Heere God uiten. En wat is er mooier dan dat gewoon met z'n drieën hier voor Gods aangezicht te doen. Dus ik hoop dat jullie
even naar voren willen komen. Ik weet dat dit helemaal niks voor jullie is, want helemaal op de achtergrond, alsjeblieft, niks voor de coulissen. Maar het gaat om de dank, en ik wil ook dat iedereen dat ziet en dat we dat mogen delen met elkaar. We willen heel oprecht onze dank aan God geven. Want wat is het bijzonder, dat we jullie zijn gesprongen in een enorm risico, in een, nou ja, waar je de toekomst niet van zag, maar wel daarin in geloof een stap gezet. En nu mogen we zien wat God hier aan het doen is in deze stad. En dan, ik weet niet hoe lang we nog het leven krijgen, maar dan is het, vind ik, ook zo mooi om dan gewoon te midden van iedereen God te danken, hem de eer te geven. Ik zeg, Heer, dank u wel. U hebt ons uw genade willen gebruiken, maar het is uw werk, maar dank u dat u dat gegeven hebt. Dus die bedank wil ik uitspreken in een gebed. Ja? Vader in de hemel, wat is het bijzonder dat we hier mogen staan. Heer, en dat we hier mogen zien dat wat u belooft, dat u dat ook doet. En dat u een God bent die deuren kan openen die voor mensen gesloten zijn. Dat u een God bent die mensen weet te vinden over de hele aarde. In Siberië, in China, in Afrika, in Suriname, waar dan ook. Maar ook hier in Almere. En wat hebt u een wonderwerk gedaan, Heer. U hebt de deuren geopend, u hebt gegeven dat er een gemeenschap mag ontstaan hier in Almere buiten, maar ook in haven en in poorten en in stadden, in Noorderplassen en overal in deze stad. U gaat door. En het zal een beweging zijn, Heer, waarvan we het einde nog niet ook kunnen overzien. Maar u gaat door. U zult nog vele mensen aanraken met de kracht van uw liefde. En Heer, ik dank u dat u ons door genade hebt willen gebruiken. Het gaat niet om mensen, Heer, vanmorgen. Maar het gaat om u en het gaat om de eer en de glorie van uw naam. En we danken u dat u mensen daarvoor wil gebruiken. En misschien dat er iemand hier in de zaal zit vanmorgen die denkt, ja, wat zal het gevolg zijn? Wat zal de toekomst zijn van mijn leven? Als er ooit een keer een moment zal zijn als ik terugkijk, wat heb ik dan mogen bijdragen aan het Koninkrijk van God? Heer, laat zo deze ochtend voor ons allen een vreugde en bemoediging zijn. En Heer, als we dit moment zo samen beleven, dan willen we dat voor uw aangezicht brengen. En u de eer en de dank en de lof brengen die u toekomt. Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Willem, ik geef je graag het woord. Je mag gelijk achter de lessenaar. Dat vind ik aardig. Ik zal mijn spullen even weghalen, want anders ga je mijn preekschets gebruiken. Ja, is altijd beter voor mij natuurlijk, jongen. Hier word je stil van. En wisten wij natuurlijk niets van. Dat is de rijkdom ook van ouder worden. Stil worden voor God als je ziet wat God door simpele zondige mensen wil doen en wil uitwerken. Lieve mensen, verleden week reed ik naar de kerk onderweg, gaat de telefoon. En had ik een arrestantenverzorger uit Rotterdam, waar we op alle politiebureaus mogen komen en twee kleine dagen per week daar met mensen die opgesloten zijn en verdacht worden in gesprek mogen gaan. Arrestantverzorger die had een probleem. Hij zegt, Willem, ik heb een probleem. De Bijbels, Nederlandse Bijbels, zijn op en ik heb een hongerige ziel. Ik denk, het dag toen ik hier naartoe reed, hoeveel hongerige zielen zijn er in Almere? Vele. Mensen die niet wisten dat de verzadiging van hun leven, de kracht en de vreugde, het verdriet over de zonde,
de vreugde van de verzoening en vergeving in Christus Jezus geraakt zijn en met een hongerige ziel hier weer naartoe gekomen zijn. En als je daarover denkt, dan mag je ziel stil worden voor God. Lieve mensen, u hebt iedere week aanbiedingen. Veel aanbiedingen. De een biedt dit dan, de ander biedt dat dan. U leest het allemaal. Wat is er te koop? Wat is er goedkoop te koop? Soms hebben we diepte investeringen in uw gezin nodig. En dan denk je, ja, wie geeft de langste garantie? Wat is de meeste zekerheid? Ik heb een keer een huis gebouwd en toen zeiden ze, dit gaat levenslang mee. Toen vroeg ik, maar wat verstaat u onder levenslang? En toen noemde die man, ja, wel 100 jaar. Ik zeg, maar dat ben u er niet meer, ik kan geen garantie meer geven. En wie zegt het allemaal dat dat waar is? En wat is levenslang? Mijn moeder was 42, dat was levenslang. Mijn eerste liefde verdronk, die was 19, dat was voor haar levenslang. Mijn enigste broer verongelukte, 25, liet vrouw en een kindje achter. Was levenslang voor hem. Wat is levenslang voor u? Welke dag mag u er nog zijn? Wat een wonder dat u hier bent en dat u mag horen uit de woorden van God wat we aan onze God hebben en wat Hij u aan te bieden heeft. En wat Hij u aan te bieden heeft, dat is zeker, dat is eeuwig, dat is blijvend. Tenzij, ja, eeuwig altijd. En daar kijken we eerst even naar. Daar kijken we even naar. Want de garantie wat God u te bieden heeft en in de aanbieding u ook door wil geven in deze morgen, de garantie is voor ons zeker. Die is te vinden op Golgotha. Die is te vinden aan het kruis. Die is te vinden daar waar hij uitriep, de Heer Jezus Christus. Het is volbracht. Dat is garantie. Dat is zekerheid. Zeker. Hij is mijn rots. En zeker, mijn ziel is stil. We mogen ook zeggen, keert zich voor God naar God toe. Hij keert zich als het ware om naar God toe. Maar luister, ik ben hier vanmorgen voor het eerst en waar heb je het allemaal over? Ik kan wel die dingen een beetje begrijpen en dat was een aardige presentatie van een mens. Maar wat is nu een ziel? Wat stelt die ziel nu eigenlijk voor? Ik vroeg het maandag in de nieuwe gevangenis van Gent, psychische gevangenis, hadden ze gevraagd, kom nog eens een keertje bij ons langs. Er waren mensen verhuisd, die had ik al 18 jaar niet gezien. Zitten ook 20, 25, 30 jaar achter de tralies. Mensen ook met psychische stoornissen die vreselijke dingen hebben gedaan. Het was een enorm warm weerzien. En mijn dag was al helemaal goed toen ik daar één jonge man voor mijn ogen dus nog zag. En de vrede uit zijn ogen straalde, de keurig uitzag. En ik wist vanuit Merksplaats, waar ik 10 jaar ook rondgelopen heb, in de hel van België, vreselijke gevangenis, hoe vreselijk met dat jochie het vroeger gesteld was. En nadat ik wat woordjes had mogen spreken en ik met de handen op zijn schouder lag en zeg, Jos, wat is er met jou gebeurd? Je straalt vrede uit, je zingt mee, je ziet er netjes verzorgd uit. En hij zegt met een brok in zijn keel, ik heb de Heer Jezus gevonden. Mensen, dan is mijn dag niet goed, dan is mijn week goed. Want één zondaar die vanmorgen tot Jezus komt, voor zijn voeten mag vallen, dan is de vreugde in de hemel voor één zondaar die zich bekeert. En toen ik de vraag stelde van, jongens, ik ben een beetje, deze week loop ik te denken over ziel, over lichaam, over heil, toch best moeilijke woorden om daar iets van te zeggen. Is er iemand van jullie, zomaar een koppeltje van 12 van die mannen, is er iemand van jullie, en er is echt één jongen, echt psychisch zwakke jongen, dat kon je zo helemaal aan de knul zien en zijn hoofd schuin. En ik zeg, ziel, wat zou... Hij zegt, ziel,
Hij zegt, God heeft ons heel mooi gemaakt. Dat kan u vinden in het begin van de Bijbel. En toen God ons heel mooi gemaakt heeft, toen heeft hij in onze neus ontblazen. En toen kregen wij een levende ziel. En die is van God. En die gaat nooit meer dood. Nou, wat moest je meer? Een jongen waarvan je dacht, ik kan niet tot 10 tellen. Ik zeg, in dat lichaam. Hij zegt, luister, zegt hij. En hij pakte zijn velletje. Jongens, kijk, dit is mijn vlees. Wij hebben gezondigd. En daarom sterven wij. En daarom gaat ons lichaam dood. Maar de ziel blijft leven. En dat is het belangrijkste. Als we dat meenemen vanmorgen. Velen van u weten dat, kennen dat. Maar er zijn er onder u die zeggen, hoe zit dat dan? Mens is ziel en lichaam. Wel, de ziel is de adem van God. Dat is de heiligheid van God. We zijn naar zijn beeld geschapen. En de ziel die zal eeuwig leven met God. Of met de Satan, met de duivel. Het is hel of hemel. Het is brede weg of smalle weg. En daarom is de belangrijkste boodschap van deze morgen. O mens, weet dat wij een ziel ronddragen die uit God is. En die geheiligd moet worden weer door God. Dat noemen wij de bekering. Dat noemen wij dat nieuwe leven. Wat hij door die Heilige Geest, die niet te grijpen is, die niet te vatten is. Dat is die heilige adem van God. Als die door u heen gaat, als die over u komt. En u het leven op een ander perspectief en andere situaties gaat bekijken. En als dat gebeurt, weet u, dan worden we stil voor God. Dan zijn onze praatjes over. Hoeveel heb ik er meegemaakt? Nog zomaar even een voorbeeldje. Stil voor God worden. Ik reed richting Rotterdam. Ik had 2 politiebureaus in mijn agenda staan. Als het niet te druk op de een is, ken ik nog naar de ander. En ik kwam langs een plaats waar ook een politiebureau met cellen was. Ik denk, ja, dit is ook een poosje geleden. Ja, waarom weet ik niet, maar laat ik afstaan. Laat ik er even gaan kijken. En ik kwam, dus zei, Willem, je treft het niet. We hebben er 2. 1 is de knettergek, daar kun je echt niks mee beginnen. En die ander, ja, die is vanochtend vroeg gebracht vanuit het ziekenhuis. Die heeft gebroken arm en ja, die heeft in een gevecht gezeten van alles en nog. Wat ziet er niet uit en die zal er ook geen zin in hebben. Ja, ik weet niet, joh, laat maar even kijken bij die ene. Dus ik ging bij de ene man kijken en inderdaad, hij zag eruit ja, niet al te fraai allemaal en helemaal. Maar ik zei, joh, bak koffie met mij drinken. Ik ben een vrijwilliger, gewoon een vent van de straat. En ik hoor niet bij het systeem. Ik ben er voor naar mensen te luisteren. Je mag schelden, je mag huilen, je mag alles doen behalve vloeken. Ik ga met je mee zitten. Hij komt op mijn kamer, of mijn kamertje, een advocatenkamertje mag ik dan gebruiken. Daar komt hij en hij ziet daar de Bijbels leggen, hij ziet boeken leggen. Huh, dat is van God, zegt hij. Pop, ik mag niks van God hebben. Niks. Ik zeg, nou ja, we kunnen koffie drinken samen. We hoeven het niet over God te hebben, maar Feyenoord heb ik ook niet veel verstand van. Maar we kunnen het, je mag mij vragen stellen en ga zitten hier ook. Ik zeg maar, oké, maar jij weet echt helemaal echt niks van God. Ja, jongen, zit hij. Ik ben vroeger bij de Bijbel grootgebracht, maar allemaal ellende thuis, het hoeft van mij niet meer. Ik zeg, maar, ben jij dan gedoopt? Ja, zegt hij, ja, ik ben gedoopt. Ik zeg, dat zeg je nog stoer, dat vind je toch wel mooi. Ja. Ik zeg, luister vriend, en dat is nou Gods leiding, dat is Gods voorzienigheid. Ik zeg, luister, nu komt God jou waarschuwen. De laatste waarschuwing kan het leven wezen voor je leven. God komt terug op zijn verbond. Jij en u kan wel denken, ik heb God losgelaten, maar God heeft jou niet losgelaten. Daarom mag ik hier zijn, hier in mijn agenda. Welke plaatsen staan erop? Ja, inderdaad, maar niet de plaats waar we nu zitten. Ik zeg, jij bent er alleen waar ik even mee mag spreken. Je mag opstaan, je mag weggaan. Maar weet als je in de eeuwigheid komt, dat je gewaarschuwd bent. Dat je niet zonder Jezus Christus kan sterven. Dat je niet zonder verzoening van zonde kan sterven. Dat je niet zonder vernedering kan sterven. Dat je aan zijn voeten terecht moet komen. Ik zei het wat rustiger allemaal natuurlijk, hè. Wat gebeurt er?
Ineens stromen de tranen over zijn wangen. En hij begint te snikken. Zijn hart brak. Hij begon te praten. Er waren vreselijke dingen gebeurd. Hij begreep dat hij minimaal 5 jaar achter de muren moest. Ik ging even een bak koffie halen. Er stond gelijk bewaking bij. Het was een hevig gevecht die nacht geweest. Maar een lang verhaal kort te maken. Na een uur wou hij bidden. Wou hij bidden. En in tranen hebben we hem bij God mogen brengen. Aan de voeten van Jezus Christus. En hij mocht een Bijbel meenemen. 3 boeken meenemen. Hij moest naar huis van bewaring en daar vandaan naar de gevangenis. En dan word je stil voor God. Ik zou wel 10 voorbeelden willen noemen. Over hoe een mens stil wordt voor God. Deze man had ook een keer een grote mond tegenover God. Als een leeuw vocht ik toen ik 17 was. Ik zeg, Heere God, als u er bent, dan hou u niet van mij. Alles is dood, verdriet, ellende. Ik heb een 4e kosthuis al gehad. Ik ben 17 jaar. En ik ken u niet. En toen sloeg ik dat bijbeltje open wat ik van mijn meisje had. Dat die in de kist lag, verdronken. Dat 1 tekst van God. Lieve mensen, de Bijbel open doen is ook gevaarlijk. Want 1 tekst, dat kan uw hele leven op zijn kop zetten. Dat kan totaal uw leven veranderen. En voor mij was die tekst, vernedert u onder de krachtige hand van God. En ik zal u verhogen op mijn tijd. Ik snapte het niet. Maar ik werd van een leeuw vechten tegen God, werd ik een lam. En er kwam liefde in mijn ziel. En ik mocht vanaf dat moment, het noemden ze de nozemtijd, mocht ik mijn nozembrommetje en mijn lange zwarte leren jas, mocht ik mensen op gaan zoeken die van God vertelden. Overal en nog wat. En zo begon dat geestelijk leven. Zo maakte God mij stil. Heb u een groot probleem? En die zijn er. Wie heeft geen probleem? En ieder zijn probleem is groot. Want het is mijn probleem. Als laatste voorbeeld nog even. Dat hadden wij in de fabriek. 2 mensen. Kwamen we achter, waren allerlei dingen aan het organiseren en regelen. En die zouden van vrienden, zeer waardevolle mensen in de fabriek, met alle kennis van receptuur, zouden die concurrenten worden. Ik riep op kantoor en dat bleek zo te zijn. Op staande voet afscheid genomen van elkaar. Maar ja, recepten en de fabriek stond behoorlijk op zijn kop. Dat is niet mogelijk, dat kan niet. En wat doen we, zegt mijn managementteam? Gaan we concurrentie bedenken? Gaan we advocaat? Gaan we dit? Gaan we dat? Dus jongens, het is vrijdagmiddag. De stoom eraf. Ik wil rust en denken. Morgen is Gods dag, je weet niet. Wees er allemaal mee bezig. Bid voor die mannen. Bid voor de situatie. Ik sla mijn Bijbel open zondag. Ik dacht dat Deuteronomium niet was. Letterlijk. Zijt stil, ik zal voor u strijden. Mensen, als God dat spreekt, te midden van de storm van het leven, dan wordt er rust in het hart. Kalmte. En maandagochtend kwamen we bij elkaar op managementteam. Ik zeg, dit is mij overkomen. God heeft gesproken door zijn woord. En wat mij gaat, gaan we de handen vouwen, God dankende bidden om een zegen voor deze week. En we gaan aan het werk. En dat hebben we gedaan. Helaas waren de jongens 1 jaar later uitgeschakeld, hebben niet om gebeden. Maar was het voorbij. Stil worden voor God onder allerlei omstandigheden. Die onsterfelijke ziel. Die ziel die naar de eeuwigheid gaat. Die ziel die in het oordeel door God geplaatst wordt. Daar zegt David van, zeker, mijn ziel is stil tot God. Luisteren naar zijn stem. De stille kracht van zijn geest ontvangen. Leeg worden voor hem. Je laten vervullen met zijn liefde. Zijn heilige adem te mogen voelen. Zijn wonderen en leiding te bedenken. Maand geleden was het nog 4:30 als ik wakker en er gebeurde die dag prachtige dingen gingen er gebeuren.
Maar net zoals wat André nou even hier even zo in de vogelvlucht allemaal laat zien, was dat in mijn privéleven ook dat van allerlei bijzonderheden en die God allemaal weer zo stuurde. En dan word je stil voor God, dan leg je te verwonderen. Te verwonderen van Heere God, ja, o hemelse Vader, u bent overal bij. U bent overal bij, u was er ook bij. Toen ik aan het graf stond van mijn moeder. En toen ze zongen. Geen vader sloeg mijn grote mededogen. Op tede kroos zijn ontfermde ogen. Als kind van 7 snap je het niet. Maar later begreep ik. Hij was overal bij. Steeds was die goddelijkheid. Die vaderarmen. Die waren er. Totdat mijn ogen daarvoor open gingen. Het stil worden voor God. Nog één voorbeeldje. 2 weken geleden. Politiecel ging open. Antilliaanse vriend lag daar te snurken. Ik krabbel een beetje over zijn haren, werd wakker. Agressief. Wat moet jij in? Ja, joh, ik... Ze noemen me pastor hier. Ik heb nog nooit een Antilliaan zonder geloof gezien. Huh? Ik kwam overeind. Ik zeg, ga mee. De advocatenkamertjes zijn hier een beetje ver. Ik heb hier ook een celletje. Ik ben er één van jou. Dan zetten ze me in zijn observatiecelletje. Dat vind ik overigens wel heel mooi. Want dan kan de bewaking ook mee kijken en luisteren. Dan werk ik dubbel op. En dat gebeurde ook. Want ze hadden van tevoren gezegd, hij is agressief. Maar binnen de kortst mogelijke tijd, hij zat er op zijn bedje en ik zat op de plank hier. Binnen de kortst mogelijke tijd... Zegt hij, hoe is dit nou mogelijk dat u hier bent? Ik zeg, omdat God dat wil, dat ik hier nu op dit moment ben. Die goddelijke leiding in uw leven, houd het in de gaten. Hij zegt, ik ben vannacht op mijn knieën gegaan. Ik heb mijn schuld beleden aan God. Ik ben 3 maanden, heb ik de Bijbel niet open gehad. Want ik vroeg, heb jij een Bijbel? Papimento natuurlijk, zegt hij, één op mijn nachtkastje en één op de tafel. En toen zeg ik, hoe vaak heet hij? Hij zegt, nee, ik heb 3 maanden er niet in gekeken. 3 maanden ben ik niet in de kerk geweest. Ik ben in de fout gegaan. Ik zit verkeerd. En ik heb mijn schuld vannacht voor God beleden. En nou ben u er. En toen kwamen de tranen. En toen zegt hij, God is me niet vergeten. Na een uurtje samen praten, de Bijbel geopend. Zeg, zullen we afscheid nemen en bidden samen? Nee, hij vroeg, wil u met me bidden? Ik zei, natuurlijk. En ik begin te bidden. Ho, zit hij. Ik zeg, wat is dat? Op de knieën zit hij, samen op de knieën. Ja, mensen, prachtig. Hè? Zo op de beton, zo samen. En dan voel je, hè, dat de geest van God erbij is. Hè? Dat God daarin wil zijn. Dat je daar niet alleen bent. En dan moet je weer... Stil voor God als je in de auto zit. En dan kan ik ook stil zijn. Maar dat heeft ook wel te maken dat er niemand bij me zit. Lieve mensen. Even nog terug naar het woord. Er zijn zoveel dingen die dan in je opkomen als je hier even mag zijn. Ter bemoediging meegeven aan jullie. Stil worden in het rijk van de natuur. Ik had een keer in Siberië, hoog in de Noordpool. En we sliepen in een tjump, rendierenhuiden. Ik moest even een plasje eruit, het zeil opzij. Je slaapt s'nachts met je poolkleren aan. En ik denk, wat is dit? Wat is dit? Een gekleurde hemel. Het leken allemaal regenbogen. Noordere licht op de grootste manier, als je kan denken. Hoe groot zijt gij? Hoe groot zijt gij? Die oneindige vlaktes... Die steppen en daar zo een nietig mensje naar die hemel starend. Stil worden voor God in de natuur. En dat kan ook vanmorgen als we de zon zien. En we hebben er zo mooi van gezongen. Maar hij zegt hier, zeker, hè, dat gebruikt hij de hele tijd, David. Mijn ziel is stil voor God. Van hem is al mijn heil.
En het woord heil, dat betekent redding, verlossing, hulp. Als je dat terug mag vertalen, of vanuit het vertaalboek of vanuit het Hebreeuws, dat is redding, verlossing, hulp. Vandaar wordt er ook altijd met de jaarwisseling veel zegen en heil elkaar toegewenst. En David die was daar heel rustig. Maar hoe is dat mogelijk? Hoe kon David zo rustig zijn? In wat voor omstandigheden zat hij? En u zit misschien ook in hele moeilijke, nare omstandigheden. En u zegt misschien ook, ja, waar was God? En waar is die? En waarom heb ik nog geen werk? Of waarom gebeurt dit? Nee, David die kon in overgave, vertrouwen en volharding, de OVVV noem ik dat, de kracht van het geloof is vertrouwen, kon hij het ook werkelijk overgeven. Maar hoe kon dat David? Die was gezalfd door koning. David is een man, nou ja, die kennen we, want Jezus is uit het geslacht van David geboren. Hij was gezalfd als koning. Saul was toen nog koning, maar die was door God verworpen, omdat Saul God verworpen had. En Saul zat hem op de hielen. Die teksten die u las, dat zijn maar de twee teksten in dit stukje waar hij het over zijn vijand heeft. En hij moest vluchten. De dood zat achter hem aan. En notabene was koning Saul, die op de jacht naar David was. En die voelde, hij gaat mijn plaats innemen. Dan zie je dat er niks verandert in de wereld. Macht, geld, goddeloosheid. De hele wereld staat ervan in brand. En toen David ook al. Of Saul. Maar David, te midden van die angst, zegt hij, mijn ziel keert zich tot God. Geen schreeuw waarom, maar alles is in handen van God. Laat los, en dat heb ik geleerd, u zal losgelaten worden. Dan zal God komen, dan zal God helpen. Dan staat hij voor u, dan staat hij achter u. Dan wil hij uw leider zijn, uw beschermer zijn. Ja, wat is geloof? Onthouden, overgave. O, overgave. Vertrouwen. Blindelings. Niet op voorwaarden. Ga mijn pad door de woestijn. Ga mijn pad door rouw. Ga mijn pad door kruis. Ga mijn pad door ziekte. Ga mijn pad, noem maar op. Mijn leeftijd en het leven achter me. Dan, en nog heden mag ik weten dat God volgen, dat is voetstappen drukken van Jezus. En dat is niet zo makkelijk, want dat gaat naar het kruis waar uw zonden aangenageld zijn. Maar u moet niet proberen voor Jezus uit te lopen, maar achter Jezus aan te komen en de kracht in u te laten werken, dat hij u in die moeilijke momenten ook werkelijk bij wil staan. En dat u ook kan zeggen met David, zeker, hij is ook mijn rots, hij is mijn heil, hij is mijn vesting. In zulke vreselijke omstandigheden, dan is het toch onbegrijpelijk dat die man dat zo mag zeggen. Zeker, en dan weer, zeker, weer. Herhalen, herhalen. In die stilheid ga je ook herhalen. Ga je Gods wonder herhalen. Dan ga je God aanbidden. Dan ga je, en dan laat je het weer door je heen gaan. Dat doet David, doet dat hier ook. En dan zegt hij, ja, nee, mijn ziel die zwijgt. Ik zal niet tot God spreken. Ik zwijg. Ik ben stil voor hem. Ik verwonder in hem. En hij is mijn heil. Hij is mijn redding. Hij is mijn hulp. Hij is mijn kracht. Dan zegt hij, vertrouw. Daar gaan we mee afronden. Vertrouw op hem. Te alle tijd. Dat is makkelijk gezegd, hè? Alle omstandigheden. Maar vertrouw op hem. Dat is van het probleem wegkijken naar boven. En daarvan uitkijken. Waar mag ik om bidden? Waar zal ik om bidden? Hoe gaat hij me leiden? Hoe gaat hij me helpen? Vat mij bij de handen, Heer. En leid mij. Vertrouw op hem. Te alle tijd. En stort uw hart voor hem uit. Ik heb het zo vaak meegemaakt. Juist als de mensen in verdachtmaking gepakt worden. 50-60% van de mensen heb iets gedaan. En soms iets heel ergs. Maar ook soms helemaal niets. En die mensen zijn soms helemaal overstuur. Dan zeg ik, huil maar.
mag ik het verdriet samen met u bij de Heere God brengen. Stort maar uit als een emmer water, laat dat maar weglopen. En laat het vuil en de ellende weggespoeld worden. En laat God uw toevlucht zijn. Lieve mensen, we zijn begonnen met aanbidden. We zijn begonnen met aanbieding. Aanbieding. En nou biedt God vanmorgen ook u dingen aan. God wil erbij zijn. God wil u niet zonder aanbieding hier wegsturen. We hebben wat gezegd. Kent ook maar heel kort zo een paar dingen. Ook wat uit de praktijk van het leven. Als je grijze haren hebt, moet je ook de daden van God en de kracht en de wonderen van God doorgeven. Maar ik denk aan één hele belangrijke tekst. De aanbieding die God u vanmorgen doet in de naam van zijn Zoon Jezus Christus. Dan zegt zijn Zoon Jezus Christus in Openbaringen 3. En daarvan het 20e vers. Daar schrijft Jezus 7 briefjes aan de gemeentes die hem lief zijn. En die gemeentes die moeten onderwezen worden. En dan zegt hij, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Jezus aan de deur van uw hart. Nu, hij staat aan de deur van uw hart en hij klopt. En waarom klopt hij? Wel, als iemand mijn stem, en die hoort u vanmorgen in zijn woord, iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik tot hem binnenkomen. De deur mag u openen. Ik heb heel veel in onze kerkelijke kringen, waar ik natuurlijk ook in leef, gehoord. Ja, maar wij kunnen de deur niet openen. En dan zeg ik, moet u luisteren. God hebt de deur van het nachtslot gehaald. Maar u moet wel uit uw luie stoel komen. En u wordt niet zalig omdat u de deur opent. U kan zalig worden omdat God er van het nachtslot gehaald heeft. Dan neem ik altijd het voorbeeld van de oude bunker in Scheveningen, waar ik jaren ook rondgelopen heb, zo'n halve dag per week. Daar hadden ze nog de sleutelbos. Dikke deuren, ouderwetse deuren. Hij is nu gesloopt in gevangenis. En 's morgens het eerste wat ze deden om 7 uur, de bewaking, de deuren allemaal van het slot. Maar als die gast op zijn bed bleef liggen, dan kwam hij niet naar buiten de gang op en kon hij niet daar op de gang lopen. Hij hoefde alleen maar de deur open te duwen. En dat beeld, dat raak ik nooit kwijt. En hier zegt Jezus zelf, als u de deur dus opent, zal ik tot u binnenkomen. En zegt hij, een maaltijd met u houden. En u met mij, gemeenschap. Jezus aan de deur. Hij biedt een maaltijd aan. Hij biedt gemeenschap aan. Hij biedt liefde aan. Hij biedt vrede aan. Hij biedt verzoening aan. Hij biedt rust aan. En vergeving, alleen dat woord. Met zoveel moordenaars in mijn leven omgegaan. En ik heb er gezien die wedergeboren waren. Ook het woord volharding nog even voor u die evangeliseert. Ik kreeg van de week een brief en mijn hart sprong op van vreugde. Ik had 2 maanden geen post gehad van hem. Hij zit 28 jaar achter de tralies. Een prima kerel. Onder de cocaïne, vreselijke dingen gedaan 28 jaar geleden. Levenslang in Nederland. En ik heb met hem gepraat, ik heb met hem gebeden. In Scheveningen, in de gevangenis al. En we hebben, hij zat aan een secte verbonden. Maar we zijn uit de Bijbel doorgegaan. Ik ben met hem blijven corresponderen al 10 jaar, zo 1 keer in de maand of wat ook. En nu, de laatste 6 maanden, is hij doorbroken in het evangelie. En nu noemt hij me mijn broertje. En nu zegt hij, het is waar, een drievoudige snoer. Willem, ik zal mijn Sjors zeggen, en God. Ik ken niet meer, ik wist niet dat ik me zo in de Bijbel kon verheugen. Het evangelie is opengegaan voor me. Na jaren geduldig doorgaan. De woorden van God. Bij de een is het een kracht tot zaligheid. En er gebeurt van alles. Bij de ander gaat het langzaam. De derde moet 1000 vragen overwinnen. Blijf hier komen. Laat de liefde onder u en met u
blijven zoals het was toen de eerste 3, 4, 5, 6 rond de tafel zaten. Bid met elkaar, verwacht het van hem en luister naar de stem van de Heere als die zegt, ik sta aan uw deur en ik klop. En als u die deur open doet en hij mag bij u binnenkomen en hij wil u zaligen, hij wil u helpen, hij wil u leiden, hij wil u troosten. Oh, dan is het halleluja. Prijs die grote naam van onze God. Ik wens u veel heil en zegen. Amen.